Hallo allemaal, we zijn terug en we hebben iemand bij ons, de minister, minister Dalle. Jij hebt het gesprek daarnet al een klein beetje kunnen volgen, maar het leek ons fijn om toch een soort van conclusie te maken. Er zijn eigenlijk drie specifieke voorstellen die daarnet aan bod zijn gekomen. We gaan daarmee starten, er zullen drie mensen een voorstel doen. Het lijkt ons ook fijn om een eerste reactie van u te krijgen op wat je net hebt gehoord. En daarna zullen we gewoon het gesprek nog een beetje verder zetten. We hebben hier een nieuwe opstelling. Wij zijn nu per drie, of daar is een groepje van twee, zitten wij voor een scherm. Wat er niet allemaal kan in tijden van zoomen en corona. Oké, misschien de eerste. Laia, kan jij even kort herhalen wat je daar straks vertelde en je voorstel doen? Dus mijn vraag of voorstel is om grotere bubbels. Ja, dat hoeven geen gigantische te zijn, 10 of zo, lijkt mij eigenlijk al. Een groot verschil. En mijn reden is eigenlijk, ik heb bijvoorbeeld, maar ik denk dat er heel veel mensen zijn. Ik heb een vriendengroep van 6 vriendinnen. Ja, wat moet je daarmee doen? Dus je kunt maar met 4 afspreken. Dat geeft een soort gevoel van uitsluiting. Lena vertelde daarnet, en dat is bij mij ook, het zijn eigenlijk gewoon de eerste die reageren, die mogen dan afspreken. En de anderen, ja, dat wordt niet expres gedaan, maar toch voel je je heel erg ja, achtergelaten of zo. Dus ja, dat was het, denk ik. En Nino had ook nog een voorstel. Ja, ik vind dat de avondklok ook nog eens herzien moet worden, zeker in Brussel en Wallonië, want daar is het 10 uur. Waar echt wel extreem is. Ja, in Brussel toch. En in Vlaanderen 12. En ik denk ook niet dat een avondklok echt heel hard helpt met, dus tegen de samenscholing of zo. Want ja, hoe later dat je chillt of zo. Of ja, gewoon het uur heeft niks te maken met wie dat je omgaat. En ja, als ik dan naar Nederland kijk bijvoorbeeld, daar gaan ze nu de avondklok afschaffen binnenkort. Want door die protesten en zo, et cetera. Maar ja, ik denk gewoon dat die avondklok wel weg kan. Dat daar op zich niet echt een probleem is. We hadden daarnet ook nog even over verplichting versus vrijheid. Over het feit dat er misschien wel wat mag voor jongeren, maar dat ze toch nog altijd het gevoel hebben dat er heel veel moet. En doordat de lockdown zo lang heeft geduurd en eigenlijk deze hele crisis al zo lang duurt, dat zelfs de dingen die mogen zwaar voelen, dat jongeren makkelijk in hun cocon blijven, thuis blijven, moeilijk vinden om af te spreken met vrienden omwille van verschillende redenen. En dat misschien er plekken zijn die jongeren zouden kunnen stimuleren met een push. Niet zozeer een negatief moeten, maar een positieve push om samen te komen. En zodat het deel vrije tijd een groter aandeel krijgt in dit heel verhaal. En we hadden het daar straks ook al even over. De lesvrije week haalde je aan, van ja, dat is misschien niet meer een verhouding en school en vrije tijd lopen te veel door elkaar, door ook al het online gegeven. Zou er een plek kunnen zijn voor jongeren waar ze elkaar kunnen ontmoeten op een veilige afstand om te genieten van vrije tijd, van vriendschappen en van creativiteit? Ik denk dat dat in ons geval ook een hele belangrijke is in het gesprek. En ik denk dat Geert daar graag nog iets over wil vertellen. Ja. Ik wil al benadrukken dat het geen pleidooi is om de cultuursector vroegtijdig te openen. Maar die infrastructuur is er. En de know-how is er ook om er een ontmoetingsplek voor jongeren te organiseren die onder de meest veilige omstandigheden zou kunnen georganiseerd worden. Dus bij deze een handuitreiking. Zit daar geen mogelijkheid om onze infrastructuur en know-how open te stellen naar de jongeren? Voilà, ik denk dit zijn drie heel concrete vragen. Dan was er ook het gesprek van daarnet en dan lijkt het me fijn om gewoon een eerste reactie te krijgen. Goedemiddag iedereen, horen jullie mij goed? Ja, hoera! Ah, voilà. Dankjewel. Misschien vooraleer te antwoorden op jullie heel concrete vragen, inderdaad. Jullie, Zoe, jij en heel je team bedanken voor het initiatief.
Ik vind het heel fijn dat jullie in deze moeilijke tijden zoiets opzetten. Ik weet dat dat niet evident is, zo'n hybride opstelling met heel interessante sprekers en vooral ook heel veel jongeren die aanwezig zijn. Ik ben minister van Jeugd. Ik vind dat we in de politiek veel te veel over kinderen en jongeren spreken, veel te weinig met hen. Ik probeer dat zelf zoveel mogelijk te doen. Ik zit bijna dagelijks in Zoom-sessies, jammer genoeg niet meer fysiek of zelden fysiek, met kinderen en jongeren, omdat we precies door te luisteren veel beter beleid ook kunnen voeren. Nu, die drie vragen die jullie stellen, die zijn allemaal heel pertinent. Jullie weten dat het overlegcomité vrijdag heel de zaak heeft uitgesteld met 1 week. En moeten dag op dag opvolgen hoe het virus evolueert. En in die zin kan ik niet zomaar zeggen ja of nee. Dat zal afhangen ook van of het kan virologisch. In elk geval, de drie voorstellen die gedaan zijn, vind ik heel goede voorstellen. Omdat ze meer contact mogelijk maken, maar op een zo veilig mogelijke manier. Om te beginnen met dat eerste punt, de grotere bubbels buiten, hè, voor contacten buiten met de nodige afstand. Dat is nu 4, dat weten jullie. We weten ook dat virologisch dat buitenactiviteiten het minste risico inhouden. Dus in die zin, als we meer contacten willen hebben, dan lijkt me dat de meest veilige optie om inderdaad dat aantal van 4 buiten, om dat op te voeren, bijvoorbeeld in de richting van 8, maar liefst 10 wat mij betreft, omdat dat ook het aantal is dat momenteel geldt voor vrije tijdsactiviteiten voor jongeren tot 18 jaar. Een andere vraag die dan vaak naar voren komt, is om het aantal knuffelcontacten bij u thuis te vergroten. U weet dat dat nu voor de meesten 1 is, voor de vrijgezellen is dat 2. Maar dat is natuurlijk, dat is ook heel belangrijk voor sociaal contacten. Maar dat gaat dan over binnensituaties, daar zit natuurlijk al een groter risico op. In het algemeen stel ik vast, en ik vind dat eigenlijk een positieve zaak, wij zijn nog nooit zo digitaal verbonden geweest als vandaag. En zeker ook de jonge generatie, die is constant verbonden via social media, Instagram, TikTok en dergelijke meer. En tegelijk, het is nu dat we voelen hoe belangrijk die echte contacten met elkaar zijn. En dat vind ik een van de toch positieve dingen aan COVID. We hadden dat nodig misschien om nog eens te zien wat zo belangrijk was. Maar dus dat eerste punt, ik denk dat dat het eerste is wat we moeten doen, dat is die grotere bubbels hebben voor buitenactiviteit of buitencontacten. Tweede ging over de avondklok. Ik woon zelf in Brussel, dus ik zit hier al onder het regime van de avondklok sinds ergens in oktober, denk ik, om 10 uur. Ik merk effectief dat dat een rare situatie is. Ik zelf heb een huis met zelfs een tuin wat uitzonderlijk is in Brussel. De meesten hebben dat absoluut niet. Wonen in kleine appartementen, zelfs zonder balkon of iets. Ik kan mij inbeelden dat dat verschrikkelijk zwaar is. Ik was een tijd geleden ook op bezoek in het wijkgezondheidscentrum in Sint-Jans-Molenbeek, waar ze bijvoorbeeld bezig zijn met gezinnen in moeilijke omstandigheden, waar bijvoorbeeld huiselijk geweld is, waar er heel veel ruzie is. En het advies vroeger van de begeleiders die daar aanwezig waren, dat was heel vaak, ga een wandeling doen s'avonds, om eventjes cool-down period. En dus dat is niet meer mogelijk. En ik volg wel dat eigenlijk niet zo, dat geen probleem zou mogen zijn. Wat men vreest in Brussel, is dat er samenscholingen zouden zijn, s'avonds laat, van mensen die nog willen samenkomen of zo, s'avonds laat, die nog willen iets drinken. En dat is niet de bedoeling. Misschien moeten we nadenken over een tussenvorm waarbij je zegt, het samenscholingsverbod is wel streng vanaf 10 uur, maar bijvoorbeeld alleen of met 2 kan je wel nog buiten komen. Misschien zijn daar wel tussenoplossingen mogelijk. Vrijdag lag eigenlijk op tafel om de avondklok overal in het land op 12 uur te zetten, maar in Brussel heeft men dat dus niet willen volgen. En een derde punt, de verplichting versus meer vrijheid, meer ruimte voor vrije tijd, meer ruimte voor de niet-verplichte dingen en dan ook de kans om in cultuurinfrastructuur meer te doen, dat herken ik helemaal. Ik hoorde tijdens het gesprek een van de jongeren zeggen, alle zware, alle lastige dingen, die hebben we nu nog altijd. Anders dan in de eerste lockdown, waar het eigenlijk alles stil lag. Maar nu, eigenlijk alle verplichtingen blijven doorlopen. Je moet nog je huistaken doen, je moet nog de lessen volgen, je moet nog vergaderen, je moet nog samenkomen, je moet nog digitaal dan. Je moet nog alles doen wat je normaal moet doen, maar al de leuke dingen vallen weg. Ik herken dat eigenlijk ook in ons werk.
Dat is voor ons is het gemakkelijk, want wij hebben een job. Wij zijn al wat ouder, dus dat is geen probleem. Maar je merkt wel, voor iedereen, alle leuke dingen zijn weggevallen. Al de verplichtingen zijn gebleven. En zeker voor jongeren is dat bijzonder zwaar. Omdat ook precies door de vrijheid, door inspiratie, wat al eens de Kairos-tijd is genoemd, namelijk de tijd dat je eigenlijk gewoon niks moet doen, maar veel mag doen, dan komt de inspiratie. Ook in de cultuur, denk ik, is dat zo. De creativiteit komt er niet wanneer je heel veel verplichte momenten hebt en je agenda vol staat. Creativiteit komt wanneer er ruimte is om gewoon even niets te doen, om gewoon even te brainstormen, om jezelf te zijn. En ik deel wel de indruk dat we daar meer ruimte voor moeten maken in het onderwijs, ook in vrije tijd. Vandaar, ik ben minister van Jeugd. Ik zit al sinds de eerste lockdown heel regelmatig samen met de jeugdsector, de collega's van de Franse gemeenschap en de Duitsstalige gemeenschap en de virologen, om te kijken hoe kunnen we meer vrije tijd mogelijk maken. Een van de concrete voorstellen die wij op tafel hebben gelegd, ja, al lang, maar zeker ook vrijdag, we zullen het ook blijven doen, is om hopelijk vanaf de paasvakantie om opnieuw naar wat wij noemen code rood te gaan. Dat betekent dat we in grotere groepen vrije tijdsactiviteiten kunnen organiseren tot 50. Herinner je misschien de zomer van vorig jaar? Toen zijn heel wat kampactiviteiten, jeugdhuizen ook open gegaan. Het was een heel groot succes. Ongeveer 1 miljoen Vlaamse en Brusselse kinderen hebben daaraan meegedaan. Met heel weinig besmettingen. En dat zou ik opnieuw willen organiseren, liever eerder dan later. Maar we zullen natuurlijk ook afhangen van het virus. Ik besef dat deze periode bijzonder lastig is. Als het aan mij zou liggen, zouden er morgen meer mogelijkheden zijn voor kinderen en jongeren. Maar dat zou natuurlijk niet verantwoord zijn. We moeten het virus goed in de gaten houden. Maar ik heb daarbij één rode draad als minister van Jeugd. En dat is, als er versoepelingen kunnen komen, dan moeten die in de eerste plaats ook voor kinderen en jongeren nuttig zijn. En wat hier is gezegd, naar grotere sociale bubbel, naar avondklok toe, maar ook naar meer vrije tijd en meer vrijheid toe. Ik denk dat dat punten zijn die zeer hoog op de agenda staan en die we ook op de agenda gaan blijven zetten. Tot daar al een aantal antwoorden, maar ik weet niet of dat voldoende duidelijk is voor jullie. Ik wil nog iets zeggen over de jongeren. Ik denk dat zeker niet mag vergeten worden dat studenten ook nog jongeren zijn. Want er wordt al wel veel versoepeld voor mensen die nog in het middelbaar zitten, mensen die nog geen 18 zijn eigenlijk. Maar de studenten hebben het echt super moeilijk en die krijgen geen versoepelingen. Of toch? Ja, eigenlijk nee, geen. En ik denk dat dat dan echt niet vergeten mag worden. Dat die ook echt nood hebben aan meer dingen mogen doen. Ook nog hun hobby's doen, want zij doen dat ook nog. En ik denk dat daar ook zeker naar gekeken mag worden. Mag ik daar direct op antwoorden? Of? Ja, doe maar. Ja, nee, heel terecht. Dat is heel terecht. Sinds de lockdown eind oktober is ingesteld, hebben we eigenlijk alle vrije tijdsactiviteiten in groepsverband boven de 12 jaar moeten verbieden. En alles tot 12 jaar was ongeveer nog mogelijk. Op dat moment was de logica, we gaan alles toedoen. Ik heb toen samen met de virologen en de jeugdsector bekeken wat nog mogelijk was. En de conclusie was dat we tot 12 jaar nog veel konden toelaten. Waarom? Omdat dat virologisch een minder groot risico was toen. Er was toen ook nog niet de Britse variant. En de virologen hadden ons gezegd, ja, tot 12 jaar, minder verspreiding, bijna helemaal geen ziekte, dus daar zijn de risico's heel klein. We hebben dan eind januari een nieuwe beslissing moeten nemen, omdat de virologen eigenlijk aangaven, kijk, je zit toch met grotere risico's, die Britse variant, die is toch ook besmettelijker, ook voor kleinere kinderen. En er zijn wat clusterbesmettingen geweest in basisscholen. We hebben dan de regels voor de kinderen tot 12 jaar moeten verstrengen. De groepjes moeten verkleinen van 50 naar 10. Ook de keuze maken tussen de hobby's, nog maar één hobby per week. Heel vervelend ook voor heel veel kinderen en hun ouders. En we hebben een klein beetje meer ruimte kunnen geven aan de jongeren tussen 12 en 18 jaar. Ook in groepjes tot 10 buiten activiteiten te doen. Maar je hebt absoluut gelijk dat boven de 18 jaar dat er niks mogelijk is van vrije tijd. Enkel de algemene regels gelden. Dus dat betekent buitenactiviteit, samenscholing tot 4 personen. Ik heb dat toen ook op tafel gelegd. Kunnen we niet iets doen ook voor jongeren boven de 18 jaar? Maar daar was het ja, toch eenparig virologisch advies van dat nog niet te doen op dat moment. Maar als we in de volgende stap
versoepelen, dan moeten er zeker ook mogelijkheden zijn voor die jongeren. De vergroting van de sociale bubbel van 4 naar 10. Als het aan mij ligt 10 en niet 8, dat zal daaraan tegemoet komen, want dat is natuurlijk voor alle mensen. En dus ook voor de studenten tussen 18 en 25 betekent dat dat ze net als de 12 tot 18-jarigen in groepjes van 10 buiten activiteiten kunnen doen, georganiseerd of niet georganiseerd. Tweede punt is de lessen. Vanaf 15 maart, als alles goed gaat, zullen de studenten meer naar de scholen kunnen gaan, naar de hogescholen, universiteiten, van 10% à 20%. Dat is nog altijd vrij weinig, maar dat helpt toch wel. Ik heb 2 weken geleden met 90-tal studenten in een Zoom-meeting gezeten, georganiseerd door de VVS, de Vlaamse Vereniging voor Studenten. En daar bleek dat wat studenten het meeste willen, dat meer naar de les gaan is. Ik vond dat een zeer opvallende conclusie, omdat in mijn tijd dat nu niet speciaal was wat studenten graag deden, maar dat is natuurlijk omdat al de dingen er rond zijn weggevallen. Horeca is weggevallen, vrije tijdsactiviteiten zijn weggevallen. Je ziet je vrienden eigenlijk vooral nog in de les. En dat is wel opvallend. Dus die twee dingen, denk ik, zijn prioritair. Meer naar de les kunnen gaan en daarnaast ook vrije tijdsactiviteiten mogelijk maken door een uitbreiding van die bubbel richting de 10. Als ik even mag aanvullen over die les, hebben we het zeker ook gehad. Ik denk dat hier bij de jongeren ook wel speelt. Maar dan vooral naar de school gaan inderdaad als een ontmoetingsruimte. En misschien als een plek waar ook gesproken kan worden over hoe ze zich voelen. Waar dat daar begeleid kan worden, al dan niet op een creatieve manier. En niet weer een plek waar dan... nu kunnen we dan een dag naar school om dan 9 toetsen te doen. Ik denk dat hier ook wel terugkwam. Dus dat de school misschien ook wel kan fungeren als een ruimte waar ook echt ruimte is voor de jongeren en hun gevoelens. Maar je wou ook nog iets zeggen, hè? Ja, een beetje wat jij eigenlijk nu zei, dat klopt. Ik weet niet of middelbare scholieren ook nog zo graag naar school gaan, omdat daar effectief die focus zo hard ligt op leren, op presteren. En niet dat er geen vrijheid is om over corona te praten, om over jezelf te praten, om toffe dingen te doen. En daarom begrijp ik wel de oproep van Geert om daar zoveel mogelijk buitenschool toe te laten. Want nu is het zo dat effectief school is het enige wat nog mag en dat krijgt eigenlijk zo voorrang op alles. Terwijl ik net ook wel gehoord heb, ik denk dat dat Caroline was die zei van ja, spelen en plezier maken is even essentieel als slapen en drinken en ook naar school gaan. Dus waarom zou die school, waar dat je met heel veel samen op de speelplaats bent, samen in een klasbubbel zit, waarom dat zo hard voorrang krijgt op die andere dingen, op die hobby's, op die vrije tijd, die dus effectief ook wel essentieel zijn, denk ik. Ja, dat is een heel terecht punt. En trouwens niet alleen in coronatijden. Hè. School is... een plaats waar je bijleert, kennis en competenties, vaardigheden. Maar vooral ook moet een plaats zijn waar je jezelf kunt zijn en jezelf kunt ontwikkelen, vriendschappen kunt ontwikkelen. Ik denk dat dat sowieso heel erg essentieel is. En nu nog belangrijker, omdat dat het enige is dat uiteindelijk nog overblijft. En ik denk dat leraars daar een grotere rol in kunnen spelen. En velen doen dat ook, hè. Ik heb zelf ook een aantal, dat is dan niet in het middelbaar, maar aan de hogeschool of universiteit, een paar gastcolleges gegeven. Ik begin altijd met de vraag van hoe is het met jullie? En in de chat wisselen we dan een beetje uit van wat er allemaal aan de hand is, wat er allemaal leeft. Ik ga ervan uit dat heel veel docenten, professoren, leraars dat ook doen. En dat inderdaad wel de plaats is. Als je elkaar nog eens ziet op school of aan de hogeschool of universiteit... Dat het niet alleen gaat over de leerstof en de kennis en de competenties, maar ook over de context en over de toestand. En dat je ook moet bespreekbaar maken dat het effectief soms niet gemakkelijk is. Dat heel veel van uw jongeren kampen met donkere gedachten. Dat is inderdaad dan de plaats om dat te doen. Maar ik ben het er helemaal mee eens dat recht op spel even essentieel is als recht om bij te leren en recht om naar school te gaan. Vandaar ook dat we in de schoolcontext daar aandacht voor moeten hebben, maar dat we zeker ook de vrije tijdsactiviteiten van zodra dat kan, meer ruimte moeten geven. Ja. En ik denk, ik ben ermee akkoord dat sommige leerkrachten dat wel doen, maar ik ben er echt van overtuigd dat gewoon nog veel meer kan gedaan worden. Misschien moet dat ook gewoon meer gestimuleerd worden vanuit de school zelf. Nu leerkrachten, ik begrijp dat ook wel dat dat niet genoeg gebeurt, omdat daar is effectief geen ruimte voor. Er zijn eindtermen die gehaald moeten worden. Er zit superveel druk, niet alleen op leerlingen, maar ook op leerkrachten.
Dus ik denk dat daar, ja, dat is dan ook een beetje de verantwoordelijkheid van de politiek, denk ik dan, dat daar ruimte voor voet vrijgemaakt worden om daarover te kunnen praten. En nu natuurlijk dat in klas gebeuren of samen met de klastitularis daar in groep over praten is één ding. Een ander belangrijk luik is denk ik ja, dat er dat genoeg hulp ter beschikking is. Ik denk dat daar afgelopen periode heel veel is op ingezet. Dat mensen echt wel het belang daarvan meer en meer zijn beginnen inzien van bijvoorbeeld een CLB of van het JAC of van de Theohuizen en al die andere hulporganisaties. Maar ik denk dat daar ook wel belangrijk is dat die effectief laagdrempelig genoeg zijn, dat die duidelijk zijn met wat dat je waar terecht kan. Dus dat is nog ook wel misschien een beetje een puntje van kritiek, dat duidelijker zou moeten zijn waar dat je ook buiten school of ja, ook op school, maar dan niet in de klas, terecht kan. Want er bestaat nu denk ik heel veel hulp, maar ik heb het gevoel dat die zo niet altijd tot bij de jongeren geraakt. Dat dat vaak zoiets is, veraf, onbekend, waardoor dan jongeren denk ik minder snel die stap gaan zetten. Dus dat is ook wel heel belangrijk, dat dat laagdrempelig is, dat dat duidelijk is. Misschien moet dat ook wat meer gecentraliseerd worden, gebundeld worden, want nu zijn er heel veel verschillende initiatieven. Eva, ik denk dat jij wil reageren. Ik zeg jou al een tijdje, sorry, Mauro. Ik zit hier te schuifelen op mijn stoel. Ik denk dat er twee dingen zijn. Ik weet dat jij natuurlijk, je bent niet minister van Onderwijs en niet minister van Welzijn, maar ik hoor dat je graag advocaat bent voor de jeugd, dus ik ga het dan toch ook nog maar eens aan jou vragen. Ik denk dat wat ik hier toch heel erg gehoord heb, is dat, en wat ik in de praktijk zelf ook ervaar als kinderpsychiater en als moeder van jonge mensen, dat de stress op school echt heel hoog is en dat de scholen heel erg voelen dat het drukker is. De druk bij de leerkrachten ligt er om dat leerplan afgewerkt te krijgen. En ik denk dat we daar vanaf moeten. Ik denk dat we daar gaan moeten zoeken naar wat zijn creatieve oplossingen om te zorgen dat die een druk ook voor de leerkrachten wat lager wordt en of we toch kunnen zien of er een aantal, of het niet, toch niet zo vreselijk is als er een aantal einddoelen niet gehaald worden. Of dat daar toch niet wat geschrapt kan worden om de druk enerzijds te verlagen. Zonder dat het hun diploma minder waardig maakt, maar ik denk dat daar toch... Ik denk echt dat er in een curriculum af en toe iets geschrapt kan worden zonder dat je echt slecht of met te weinig kennis afstudeert. We hadden daarnet hier ook nog Peter de Graaf, die vertelde dat zij in de hogeschool ook creatief aan het nadenken zijn over hoe ze vooral laatstejaarsstudenten, die wel gaan afstuderen, of ze daar oplossingen kunnen verzinnen, dat die toch nog wat dingen al werkend misschien nog wat kunnen inhalen. Ik denk dat daar echt nood is dat volwassenen creatief gaan nadenken over hoe kunnen we dat doen voor de jongeren, zonder dat we ze voortdurend onder druk zetten. Want ik zie heel veel jongeren kopje ondergaan door die stress. En dat leerkrachten daardoor net weinig ruimte voelen om te spreken over hoe moeilijk het is. En dat er weinig ruimte gemaakt wordt voor die leuke contactmomenten die er ook op een school zouden kunnen zijn. Dat is hier daarnet ook gezegd, de excursies die wegvallen, worden gewoon overgenomen als lesdagen. En dat wordt allemaal gewoon ingevuld. In plaats van te zeggen van, normaal gezien zouden we nu Chrysostomos vieren of normaal gezien zouden we nu naar Parijs gaan, laten we dan vandaag niet bezig zijn met leerstof, maar wel met elkaar. Zou zomaar eens kunnen. Dat is hier daarnet een paar keer gezegd door jongeren. En daarnaast zou een van mijn dromen zijn als welzijn toch wat dichter bij de school kon komen. Hè? Want leerkrachten, we kunnen dat opnieuw van leerkrachten vragen, maar niet elke leerkracht is geschikt als psycholoog. Dus het zou toch zo fijn zijn als dat makkelijker toegankelijk was op school en dat jongeren gewoon weten van, als ik het moeilijk heb, dan is er hier... We hebben leerlingbegeleiders, maar ik denk dat die op dit moment ook wel wat overspoeld worden door werk. Maar dat zou echt meer mogen op scholen. En ik denk dat naast de ondersteuning die scholen en welzijn zou kunnen bieden, dat het ook al terugkwam dat jongeren eigenlijk elkaar ook zouden kunnen steunen. Door meer ruimte te krijgen om vriendschappen te stimuleren, maar ook...
Bijvoorbeeld wat we met Creative in Solitude willen doen, een platform waar jongeren elkaar kunnen horen, dat kwam eigenlijk aan het begin van het gesprek terug, dat het deugd doet om andere jongeren te horen, om de stem van anderen te horen, om jezelf daarin te herkennen of misschien niet herkennen, te herkennen en elkaar ja, daarin te steunen of uit een dal te trekken als het nodig is of hier iets mee te gaan doen. Ik denk, ik heb al een paar keer ook naar jou, Enora, verwezen dat je hier wel creativiteit uit kreeg of wel een soort van vrijheid voelde. Misschien is het dan ook fijn voor jou om anderen te horen en omgekeerd. Het zijn niet zomaar jongeren die ik hier heb gevraagd. Het zijn eigenlijk stuk voor stuk jongeren die heel creatief zijn en die in hun vrije tijd of op school daarmee bezig zijn. En ik denk dat zij gewoon heel veel tools hebben, deze jongeren, om mee te brainstormen over wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Hoe zo'n plek als Bronx bijvoorbeeld in de zomer zou kunnen ingevuld worden. Wat er op scholen zou kunnen gebeuren, al is het maar een donderdagmiddag muziek op de speelplaats ter vervanging van Couleur Café, bij wijze van spreken. Ik weet dat dat niet helemaal hetzelfde is. Maar, en dat dit soort netwerken kunnen versterkt worden. Wij hebben dit nu in de kerstvakantie vrijwillig eigenlijk vanuit ons gezin en dan met een paar hele fantastische mensen mee op poten gezet. Maar het zou zo fijn zijn als dit meegedragen kon worden en als dit soort netwerken ondersteund kunnen worden en groter kunnen worden. Er zijn nu een 100-tal jongeren die hebben deelgenomen, maar kunnen we dit verspreiden zodat er meer jongeren elkaar kunnen horen en op een creatieve manier uit kunnen komen. Want de impact is er niet alleen nu, die zal er nog een tijdje zijn. Ik denk, Laia, je hebt het ook al gehad over het feit dat angst dat kan, dat ontstaat nu en dat blijft natuurlijk. Dit is niet iets wat voorbij gaat één keer dat er een vaccin is. Dus laten we manieren zoeken om hier samen een stem aan te geven. Ik kan mij daar helemaal in vinden. Couleur Café is natuurlijk onvervangbaar. maar voor de rest is het heel juist. Als het gaat over mentaal welzijn van jongeren, dan ben ik ervan overtuigd dat het allerbelangrijkste is dat men het kan bespreken met mensen die dichtbij hen staan. En liefst nog met peers, met gelijken. En vandaar dat ik het ook goed vind dat er hoe langer hoe meer gesproken wordt over mentaal welzijn. En dat het ook niet alleen gaat over wat gaat de overheid allemaal doen om extra te investeren. Dat is een deel van de oplossing, maar dat is het lang niet het enige. Het allerbelangrijkste is, denk ik, dat we het thema bespreekbaar maken bij jongeren. Zodat men er ook samen met elkaar heel open over kan spreken. En dat zijn we natuurlijk extra aan het ondersteunen. Bijvoorbeeld, we hebben een informatieplatform dat heet WatWat en een jongerentelefoon en chat AWEL, die allebei daar heel wat campagnes rond gelanceerd hebben over donkere gedachten. Hoe ga je het gesprek aan? Dat zijn voor mij heel belangrijke dingen. En de vraag werd heel terecht gesteld van er zijn heel veel initiatieven, maar het is niet zo duidelijk waar je als jongere bij terecht kan. Ik zou zeggen, als je bepaalde vragen of zorgen hebt, één adres, awel.be, en daar kan je chat en telefoneren ook mailen en dan word je doorverwezen. We hebben het afgelopen jaar heel veel werk ook gedaan om die verschillende hulplijnen, gaande van AWEL tot JAK, tot de zelfmoordlijn, om die in contact met elkaar te plaatsen en te zorgen dat daar kan doorverwezen worden. Dat is, en trouwens, het leuke aan AWEL is dat het jonge vrijwilligers zijn. Dus je komt ook terecht bij jongeren die de situatie goed kennen, maar die toch ook een opleiding hebben gekregen om dat te doen. De vraag rond meer ruimte in de scholen begrijp ik heel erg. We zijn er als samenleving ook een stuk verantwoordelijk voor. Telkens als er een bepaald maatschappelijk vraagstuk naar voren komt, dan zeggen ze, hoe gaan we dat oplossen? Ah ja, we zullen daar extra op inzetten in het onderwijs. Dat is een reactie die in heel veel sectoren de logische reactie is. Ik moet zeggen, ik moet mezelf daar soms ook op betrappen. Bijvoorbeeld, ik ben als minister van Media bevoegd voor mediawijsheid, digitale geletterdheid, kunnen omgaan met social media, met informatie en dergelijke meer. Als je aan mij vraagt van hoe ga je dat aanpakken, we hebben heel veel instrumenten. Een van de oplossingen is, het moet meer aan bod komen in de scholen. En dan wordt dat vertaald in eindtermen. En dan zegt men op het einde van de rit,
nadat al die sectoren en al die zorgen aan bod zijn gekomen, dat de eindtermen veel te uitgebreid zijn. Ik heb daar heel veel begrip voor. Ik denk dat we inderdaad ervoor moeten zorgen dat er in het schoolcurriculum dat leraars ook de ruimte krijgen om soms iets te doen dat helemaal nergens is opgelegd, dat ze zelf hebben bedacht en dat inderdaad misschien dat er meer ruimte is om gewoon met elkaar te spreken, om ja, ruimte te hebben, eigenlijk blanco ruimte om zaken bespreekbaar te maken. Welzijn dichter bij de scholen, ja, zeker. Hè. In een school moet je weten waar je naartoe kan. Tegelijk denk ik dat heel veel jongeren, ook wanneer ze problemen hebben, dat buiten de schoolse context willen bespreken. Vandaar ook dat er heel wat initiatieven opduiken om dat te doen. Hè. Gaande van de Overkophuizen tot inderdaad Theo. Ik zat gisteren nog samen met Ingrid, de jongen van Theo, de oprichtster van Therapeuten voor Jongeren. Dat is eigenlijk buiten de schoolse context en denk ik ook heel bewust hè, om het ook anoniem mogelijk te maken. Om te zorgen dat jongeren, wanneer ze bijvoorbeeld bij CLB komen, dat is duidelijk wie dat is. De CLB kent hen, dat is ook een toegevoegde waarde. Sommige jongeren willen gewoon ook eens anoniem hun hart kunnen luchten en dat is dan juist niet in de schoolse context. Maar het allerbelangrijkste, komt terug op het begin, en vandaar wat Creative in Solitude doet, vind ik heel goed, is zorgen dat het bespreekbaar is bij jongeren zelf, dat je weet hoe je met elkaar het gesprek kan aangaan, dat daar voldoende ruimte en begrip voor is. Vandaar ook heel dankbaar voor dit initiatief. Super, dankjewel. Is er iemand die graag nog iets wil toevoegen, die nog iets van het hart wil? Ik had nog één klein dingetje dat ik wou zeggen, over eigenlijk dat we daar straks spraken over zo dingen dat school ook meer moet organiseren, meer gesprekken moet organiseren. Langs de ene kant ben ik daar 100% mee eens. School en zeker in de klas moeten er gesprekken gevoerd worden over corona, over wat dat met je doet. Maar het mag niet alleen maar over corona gaan. Ik vind dat er ook op school een plek moet zijn om plezier te hebben en het allemaal ook eventjes te vergeten. Dus niet dat wij bijvoorbeeld nu elke week 3 klasgesprekken krijgen en iedereen vertelt even hoe down hij is. Dat denk ik ook niet dat gaat helpen. Maar dat we bijvoorbeeld ook dat we naar buiten gaan en dat we eens gaan picknicken. Want wij hebben bijvoorbeeld een groot grasveld naast onze school. Ja, wij kunnen daar wel gaan zitten. Je kunt afstand houden. Dus zo'n dingen, dat gaat ook. Dus ik zou wel ook de nadruk leggen op plezier en niet alleen maar op praten de hele tijd. Dus voilà. Ja, dat lijkt me een hele mooie. Ja, focus op de goede dingen ook die ons nog allemaal te wachten staat. Daar ben ik zeker van, hoe vervelend dat misschien nu ook is om te horen. En ik heb heel veel vertrouwen in jullie ook als jongeren en de mooie mensen die jullie daarin gaan helpen en te woord zullen staan wanneer dat dan nodig is. Ik denk bij deze dat we kunnen afronden. Dank je wel voor vandaag. Ik hoop dat dit het eerste gesprek was van meerdere gesprekken tussen jongeren en volwassenen. En tussen jongeren en jongeren. En ik hoop ook dat er jongeren zich aangesproken voelen om ook hun eigen getuigenis te delen. En dat kan via de website www.creativeinsolitude.com of via de hashtag creativeinsolitude of op de Instagram-pagina die Laia beheert, kan je ook allerlei informatie vinden. Dit panelgesprek, zowel deel 1 als deel 2, zal je nog een tijdje kunnen bekijken. En vanaf vandaag is ook onze crowdfunding gestart. Dus hoera, jullie kunnen ons allemaal ondersteunen om dit project een langer leven te geven en hopelijk een krachtiger groot netwerk tussen veel meer jongeren dan deze die hier vandaag zitten. Maar ik wil ze toch allemaal nog een keer bedanken. Dankjewel, Laia en Nino en Mauro en Geert en Eva en Lena en Enora. En dankjewel, minister, om er nog even bij te zijn. En hopelijk neem je dit allemaal mee. Maar daar ben ik zeker van. All right. En dankjewel, techniek, om ons hier door te loodsen. Applaus.